Dag lieve mensen. Allereerst weer mijn excuses. Ja, ik heb nog... Ik moest een project afronden ook de afgelopen dagen. En daarvoor waren natuurlijk al die filmpjes die opgenomen waren... bleken de geluidsopname niet goed van te zijn. Dus die moest ik allemaal inhalen. Waardoor het schema lelijk in de war is gekomen. Maar ik ben blij. Ik had me er zo op verheugd ook om deze week... juist ook zo naar die kracht van God en naar Pinksteren toe... daarin te mogen bewegen. Dus ik ben blij dat ik deze filmpjes weer met jullie kan delen. En ja, dat ik ook weer wat een rustige tijd tegemoet gaat. Ik wil ook graag filmpjes blijven delen. Want als we nu toegaan naar de kracht en naar meer van Gods geest. Dan komen we ook bij de prachtige gaven die hij heeft en de werkingen. En er valt nog zo ontzettend veel te ontdekken over de Heilige Geest. Ik moet zeggen, het bouwt mezelf ook enorm op. En ik geniet ook van de getuigenissen die ik elke dag bijna krijg. Gewoon... van mensen die genezing ervaren of heling in hun binnenste. Ik zal ook wel een keer een filmpje maken met een aantal van die getuigenissen. Zo prachtig en zo opbouwend en zo mooi hoe Gods Heilige Geest werkt. Vandaag hebben we een filmpje dat heet Gezalfd. Je bent een gezalfde. En dat is natuurlijk... in sommige kringen begrijpen mensen direct wat je zegt van als je het hebt over zalving of over... dat je gezalfd bent, maar in heel veel kringen ook helemaal niet. Hè? Dus maar net in wat voor gemeente je gaat, of dat zo'n woord ook voorkomt. Kijk, in de Nederlandse taal wordt het niet veel gebruikt. En de meeste mensen zullen dan ook niet direct weten wat je er precies mee bedoelt. Om het heel simpel te maken, denk ik, mijn definitie van zalving is bovennatuurlijke bekwaamheid. Dus een bekwaamheid die je niet van jezelf hebt, maar van God ontvangen heeft, is hetgene waar God je mee gezalfd heeft. Nou, dat is even basis uitgelegd. Wat ik bedoel als ik het heb over zalving, is dus een bovennatuurlijke bekwaamheid die op mij rust. En die kan op mij rusten in de zin van dat ik bepaalde gaven ontvang, hè, waar we het ook over gaan hebben in de komende filmpjes straks. Maar het kan ook zijn dat wat ik van nature al heb ontvangen, gewoon als mijn persoonlijkheid is, of wat ik als natuurlijke talent heb, een zalving kan ontvangen, waardoor er een kracht op kan rusten die mensen ervaren die je op een ander moment misschien niet zou ervaren. Nou, even terug naar het woordje gezalfd. Messias, Jezus de Messias, dat is de gezalfde. Hè, dus Jezus was de gezalfde. En we gaan zo even ontdekken hoe die aan die naam komt en waar dat vandaan kwam. Maar wij dragen de naam christenen. Tenminste, dat is al gebruikelijk sinds vrij snel nadat Jezus naar de hemel teruggegaan is. De geest is uitgestort. En dan voor het eerst in Antiochië worden wij, mensen die in Jezus volgen, christenen genoemd. Daarvoor noemden ze ons mensen van de weg. Dat is ook een prachtige naam natuurlijk. Misschien nog wel... mooier. Nee, christen is mooier. Waarom is christenen mooier? Ja, het is jammer dat niet altijd beseft wordt, omdat wij eigenlijk de naam van Jezus daarmee ook op ons leven mogen dragen. En, want Jezus, de Messias, Messias in het Grieks is Christus, en zoals wij dat uitspreken dan Christus. En dat betekent dus de gezalfde. Wij zijn dus christenen en dat betekent dus dat wij gezalfden zijn. En dat is ontzettend een mooie, diepe, rijke betekenis van christen. Als we Jezus willen volgen, dan staat er een zalving, een bekwaamheid uit de hemel tot onze beschikking waar we geen enkel benul van hebben. Ik denk dat we zelfs mensen die echt vanuit de Heilige Geest leven en heel veel al bewegen in kracht, dat we vaak nog niet een, ja, ik ben niet van de wiskunde, maar laat ik zeggen, nog geen 10% aanboren van wat God eigenlijk kwijt wil op deze wereld als wij daadwerkelijk ons leven aan hem overgeven. Je bent dus een christen, je bent gezalfd. Ik zal even in het woord ook met jullie duiken om een aantal plekken aan te wijzen waarin dat ook blijkt. En waarin je dat ook naar jezelf toe mag houden, dat je dat jezelf ook kan toe-eigenen. En het woord is waarheid, is het goede fundament waarop we staan. 2 Korinthe 1 vers 20 tot 22 staan deze prachtige woorden. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Nou, dit zijn al schitterende woorden. Staan dus in 2 Korinthe 1 vers 20 en 22. Dan gaat mijn hoofd al duizelen van hoe mooi dit is.
Nou, duizelt mijn hoofd wel vaker als ik in deze ruimte zit. Dat heeft alles te maken, denk ik, met de filmpjes die we voortdurend... En de manier, ik moet zeggen, het bouwt mij zo enorm op. Om zelf weer zo telkens weer bezig te zijn met de Heilige Geest en de rijkdom van het woord. De geest die eruit springt en die dan weer zijn schijnwerpers op Jezus zet. Ik kan er zo van genieten en er is altijd zoveel... ervaar zoveel kracht als ik met jullie gewoon die filmpjes maak. En dat klinkt misschien heel gek voor een bepaalde groep mensen, maar... Ik zie ook terug dat die kracht dus door die filmpjes zijn gezalfd, zou je kunnen zeggen. Dus God gebruikt die filmpjes, er ligt daar dus iets op, waardoor het kracht heeft in de harten van mensen die het kijken. En nu denk je misschien, dat is heel raar wat je nu zegt, maar ik volg me even met hoe dit werkt in het woord, hoe het werkt bij Jezus en hoe het wil dus ook werkt in ons leven. Nou, even terug naar die beloftes die er zijn, die ja-namen zijn. Nou, God hoeft niet te twijfelen. Dat is zo mooi dat ook de beginwoorden zijn van deze tekst. En waar zijn die beloftes aan ja en amen voor? Niet om jou te voorzien van alles wat je zo gezegd waar je naar verlangt of wat je nog allemaal hoopt of wat je nodig, een miljoen hier of een ton daar. Dat is eigenlijk niet waar die beloftes voor zijn. God wil zeker voor ons zorgen en hij wil ons zeker geven wat we nodig hebben. Niet altijd wat wij denken nodig te hebben, want daar zit vaak nog wel een verschil in. Maar die beloftes van God die er zijn, die zijn in hem ja en amen. En waarom? Tot verheerlijking van God door ons. Het gaat dus uiteindelijk altijd om God. Dat is zo mooi. En hij, God, die ons met u bevestigt in Christus. Dus wij zijn bevestigd in Christus en gezalfd is God. Dus we zijn door God gezalfd en bevestigd in Christus. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van onze geest in onze harten gegeven heeft. Dus God heeft ons beloften gegeven. Die zijn ja en amen. Hij is trouw. Die houdt hij ook. Waarom? Om zichzelf te verheerlijken. Hoe doet hij dat? Dat doet hij doordat hij ons heeft bevestigd in Christus. En ons gezalfd heeft in Christus. En hij ons ook nog eens verzegeld heeft. En het onderpand van de geest in onze harten gelegd heeft. Nou, gegeven heeft. Nou, over dat onderpand en over de verzegeling. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad in andere filmpjes. Maar over de zalving die in Christus, dat wij gezalfd zijn, dat is eigenlijk waar ik het vandaag dus in het bijzonder over wil hebben. En wat is nou die zalving? Die zalving is die bovennatuurlijke bekwaamheid. En die zalving, die geeft ons een bediening, de bediening van verzoening. Hè? Ik haal 2 Korinthe 3 vaak aan. En in 2 Korinthe 3 gaat het ook helemaal over die bediening van het leven. En dan staat er bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 vers 8. Hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijk zijn? In heerlijkheid zijn. De bediening van de geest staat hier dan tegenover de bediening van de wet. Hè? Dus dat Mozes staat eigenlijk tegenover het werk van de Heilige Geest in onze leven. Maar uit dit hoofdstuk kan je lezen dat je dus allemaal een bediening hebt gekregen. Dat is de bediening van verzoening. De bediening om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Die bekwaamheid die hebben we niet uit onszelf. Hè? Dus in 2 Korinthe 2 vers... In 2 Korinthe 3 vers... laat ik het even vanaf vers 3 lezen. Want dit zijn zulke belangrijke woorden als we willen leven vanuit de Heilige Geest. En we gaan nu naar die fase van kracht, van meer geest en van gaven en van uitgaan. En hoe delen we ook weer uit wat we ontvangen hebben. Dan is het belangrijk om dit soort dingen te beseffen. Dus neem er even de tijd voor om dit te lezen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt. Maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, niet op de wet, maar op de tafelen van vlees van je hart. Daarvan verwijst hij naar Ezechiël bijvoorbeeld en naar Jeremia, die dat ook zeggen. Hè? God zal u een vleeshart geven, een nieuw hart geven in uw binnenste. En hij zal zijn wetten in uw hart leggen. En dat haalt Paulus hier eigenlijk ook aan als hij naar de Korinthe schrijft. En dan zegt hij niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. En al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van een nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En dan gaat dat zo verder. Maar ik wil het even hierbij houden. Want die bekwaamheid, dat gaat eigenlijk over het woordje zalving. Dat is eigenlijk datgene wat wij als christenen in Christus gezalfd zijn. Om datgene... daar hebben wij dus alles gekregen om die bediening van verzoening in deze wereld te brengen. En om mensen te verzoenen met God. Zodat de Vader weer verbonden wordt met zijn kinderen.
Nou, dat kunnen we niet uit onszelf. Daar heb je dus echt een bovennatuurlijke bekwaamheid voor nodig. En dat geldt voor alles wat wij mogen doen voor God. Dat we daar een bovennatuurlijke bekwaamheid voor nodig hebben. Maar die wil God ons dus geven. Dat hadden we net gelezen in 2 Korinthe 1 vers 22. Dat hij ons bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft. Als je naar Jezus kijkt, in het leven van Jezus, dat is interessant. Als je de hoofdstukken Lucas 3 en Lucas 4 leest, dan zie je in Lucas 3 wordt Jezus gedoopt. Hij komt uit dat water omhoog. Dan komt de Heilige Geest die landt op hem als een duif. En dan wordt hij door de geest wordt hij geleid in de woestijn. En dan lees je uiteindelijk in Lucas 4 dat hij weer uit die woestijn komt in de kracht van de geest. En Lucas 4 vers 14, door de kracht van de geest keert Jezus weer terug. En dan gaat hij spreken en onderwijzen in de synagoge. En dan is er gelijk een hele interessante confrontatie. En die wil ik eigenlijk, ik heb echt het gevoel dat ik die ook mag noemen vandaag. Omdat als je je uit gaat strekken naar de zalving en gaat bewegen in zalving. Gaat bewegen in de bovennatuurlijke bekwaamheid. Misschien nog even, ook goed, als je het filmpje over de olie nog niet gezien hebt. Een metafoor van de olie, van de Heilige Geest. Het is goed om dat te kijken, want de zalving dat wijst uiteindelijk op de olie. Het apart zetten van dingen voor de dienst van God. God zalft bepaalde dingen. Op het moment dat hij ze zalft, hebben ze dus een andere kracht als dat ze daarvoor hadden. Het kunnen dezelfde dingen zijn. Kijk dat filmpje van de olie daarover. Daar gaan we nu dan even niet op focussen. Maar daar komt het woordje zalving vandaan. Het is eigenlijk olie. Psalm 23 zegt ook, u zalft mijn hoofd met olie. U zalft mijn hoofd met olie. Het beeld van de Heilige Geest. Ik loop over van de Heilige Geest. Even naar Jezus. Dus Jezus die wordt in de woestijn geleid en dan komt hij daar weer uit in kracht. En dan begint hij eigenlijk zijn publieke bediening, zou je kunnen zeggen. En dan komt hij in Nazareth in de synagoge. En dan vraagt hij om het woord. Dan gaat hij het woord nemen. En op het moment dat hij het woord gaat nemen, dan haalt hij de woorden van Jesaja 61 aan. En dat zijn hele belangrijke woorden. En we gaan straks ook afsluiten met die woorden. Om die ook echt tot ons te nemen. Maar wat Jezus doet, die pakt dat boek van Jesaja, en dan staat er in Lucas 4 vers 17... toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van harten zijn, om aan gevangenen vrijlating te preken, aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, en om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En dan doet hij het boek dicht. Dit kan je lezen in Lucas 4, vanaf vers 16, 17 ongeveer. Hij slaat het boek dicht. Hij gaat niet over, daarna komt er iets over de toorn van God. Het zijn hele belangrijke, je zou je preek natuurlijk op zichzelf over kunnen houden, want het zijn zulke belangrijke sleutelwoorden. Maar als het gaat over zalving, dan zegt hij dus, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, we hebben net gelezen dat in Christus wij ook diezelfde zalving heeft. De zalving van God op ons brengt die bekwaamheid in ons teweeg, waardoor we uit kunnen gaan en goed kunnen doen. Handelingen 17 is daar ook een mooie tekst over, dat God Jezus Christus gezalfd heeft en dat hij rondging om goed te doen en iedereen genas die door ziekte overweldigd was, die door de duivel overweldigd was. Een prachtige tekst ook over de kracht van zalving. Als je dan terugkijkt naar Lucas 4, waar hij dus die woorden gaat doen, dan zie je iets heel opmerkelijks gebeuren. Op het moment dat hij die woorden uitgesproken hebben, dan ervaren mensen ook die kracht. Dus God, die zalving is zo sterk op Jezus. En de Heilige Geest is zo sterk op hem, dat hij die woorden die mensen al duizenden keren hebben gehoord, waarschijnlijk in de synagoge, ineens beginnen ze voor hun ogen, in hun oren, ze zeggen dat ook letterlijk, te leven. En, want Jezus zegt, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En dan staat er, en zij betuigden hem alle hun instemming. En verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Dus ze erkennen die kracht die op zijn leven is. Ze verwonderden zich daarover, want ze denken, hoe kan dat nou? En dan zeggen ze, want hij is toch gewoon die jongen die daar, de zoon van Jozef. Hij woonde toch gewoon ook in Nazareth. We kennen hem toch eigenlijk ons hele leven al. Hoe kan het nou dat er ineens zo kracht is in zijn spreken en in zijn woorden? En dan vervolgens, dan gebeurt er iets
Dan gaat Jezus daarop reageren. Dan komt er een confrontatie. Je mag dat maar zelf even lezen. Tussen de religie, die eigenlijk geen ruimte geeft aan het erkennen van zijn kracht en van dat wat God eromheen gedaan heeft. En Jezus gaat daar heel confronterend in. Echt heel heftig. Zet hij gelijk iets neer. Hij zegt van, ook tijdens in de tijd van Elia was de hemel gesloten. Maar uiteindelijk zond God Elia naar iemand in het buitenland en niet naar de Joden. Nou, als je dat natuurlijk op dat moment, je moet het maar lezen, dan dat is zo confronterend voor die mensen. En ze worden woedend. Want dan in één keer slaat dat ze eerst en betuigde hun instemming. Dat slaat ineens om. En ineens worden ze in plaats van de instemming betuigend, worden ze woedend. En ze slepen hem de synagoge uit en ze willen hem van hun hoogte afwerpen van hun stad. Maar dat laat Jezus niet toe, want zijn tijd is nog niet gekomen. En de leeuw van Juda loopt rustig tussen hen door en gaat weg. Je kan dit allemaal teruglezen in Lucas 4. En laat die woorden ook tot leven komen als je dat leest met de Heilige Geest. Waarom ga ik hier even uitgebreid op in? Omdat dit is precies ook wat er gaat gebeuren in jouw leven op het moment dat de zalving van de Heilige Geest op je komt. Het is ook wat er gebeurde in mijn leven toen de zalving van de Heilige Geest op mij kwam. En die zalving van de Heilige Geest is voor jou beschikbaar. Dat hebben we gelezen in 2 Korinthe 1 vers 20 en in 2 Korinthe 3. God wil ons bekwaam maken om die bediening van verzoening te brengen. God wil onze woorden zalven, die wil onze daden zalven, die wil ons zijn, wil hij zalven. Want wij zijn in Christus, zijn wij gezalfd. En natuurlijk heb je allerlei afzonderlijke zalvingen. Natuurlijk zalft God ook de dingen die je van nature al hebt. Maar in die zalving is ook alles mogelijk. Dus God kan jou roepen voor dingen. Als je daarin gehoorzaam bent, dan zal hij datgene wat hij van je vraagt, dan zal hij de zalving, de genade voor geven om dat uit te voeren. Hoe zit dat nou? Nog één voorbeeld uit de Bijbel, dat is grappig. En dan gaan we het ook over onszelf vrijzetten, dat we zullen bewegen in die zalving. Ook al vind je dat misschien heel erg spannend, maar God wil dit heel graag, want hij wil dat hij zelf verheerlijkt wordt. Hè? Dat is die tekst waar we mee begonnen zijn, tot verheerlijking van God door ons. Dat is ook de reden dat hij ons bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft. Dat kun je terugvinden in 2 Korinthe 1 vers 20 en 22. Nog één voorbeeld uit het woord. Dat wilde ik eigenlijk graag nog met jullie delen, omdat dat voor mij ook altijd een heel sprekend voorbeeld is. Paulus in 1 Korinthe 2 schrijft dat hij naar Korinthe is gekomen in veel zwakheid en met vrees en veel beven. En in mijn spreken en mijn prediking, en dan zegt hij, bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. En dat is eigenlijk bijzonder. Hè? Dus hij zegt eigenlijk van, het lag niet aan mijn spreken, maar het lag aan het feit dat God er kracht aan verleende. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van zalving. Hè, Paulus zegt nog ergens anders ook dat hij niet een heel begenadigd spreker is. En dan zegt hij, ik ben bij jullie gekomen in kracht. Maar die kracht, die wordt dus door God gegeven aan zijn woorden. Want het waren wel ook heel veel woorden die hij sprak. Want je kan van Paulus voortdurend lezen dat hij onderwijs geeft. Ergens geeft hij zo, heeft hij zulke lange preken dat de mensen slapend uit het raam vallen. Maar God verleent dus kracht aan zijn woorden. En hij was dus niet een redenaar zoals Apollos. Daar schrijft hij ook over in de brief aan de Romein of aan de Korinthe ook. Maar hij had kracht op zijn woorden. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt. Ik weet nog wel eens dat ik eens een keer een getuigenis van iemand hoorde. En dat was zeker ook geen belezen of heel hoogdravend figuur of bestudeerd. Trouwens, dat ben ik zelf ook helemaal niet. Maar ik heb het nu even over die persoon, omdat ik naar dat getuigenis zat te lezen. Ik werd zo geraakt met de kracht van de Heilige Geest. Lag dat nou aan het feit dat het een prachtig verhaal was? Lag dat nou aan het verhaal aan het feit dat er een supergoeie opbouw is? Nou, totaal niet, want het ging van hot naar her. Maar de Heilige Geest, die zalfde de woorden van die persoon en daardoor had het een enorme kracht. Daarom hoef je ook nooit onzeker te zijn. Daarom gaat het veel meer over gehoorzaamheid. En dan kan God nog een klap met een op een pan kan God nog zalven de gekste dingen. God kan zijn zalving geven om datgene de kracht te verlenen die nodig is voor een situatie. Het hele Oude Testament staat vol met dit soort voorbeelden natuurlijk. En dat is denk ik ook in het Nieuwe Testament overigens ook. Hè? Vissers,
Jezus kiest voor zijn discipelen ook. Gaat hij ook niet naar de universiteit of naar de hogeschool van de Romeinen in Jeruzalem om zijn mensen te kiezen. Hij kiest vissers. Arbeiders, eenvoudige mensen die nauwelijks geletterd waren. Maar op het moment dat de Heilige Geest komt in Handelingen 2 en die zalving over hen komt, dan wordt die zalving dus ook vaardig gemaakt door de Heilige Geest om de bediening van verzoening te brengen. Nou, dit is meer dan genoeg. We zitten aan 20 minuten, zie ik opeens. Dat is dus best wel lang. Dus we gaan naar het einde toe. Ik ga jullie uitdagen. Ik wil jullie eigenlijk wil ik aan jullie vragen om vanuit dat wat hij zegt in 1 Korinthe of in 2 Korinthe 1 vers 22, dat wij in Christus gezalfd zijn, dat we ook die woorden die dan in Jesaja 61 staan ook over onszelf uit durven spreken. En in Jesaja 61, dat zijn die woorden die Jezus aanhaalde, die ik net ook voorlas, die ook in Lucas 4 staan. En dat zijn de woorden van de Geest van de Heere, Heere is op mij en die heeft mij gezalfd. En die woorden die mogen wij dus ook uitspreken, want het is ook de waarheid over onze levens. Jezus heeft deze woorden in vervulling doen gaan. Heden is dit woord in uw oren vervuld. Maar in Christus staat dus in de Bijbel dat wij dus op dezelfde manier gezalfd zijn. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn christenen. We zijn de gezalfden op deze aarde om Gods liefde en Gods heerlijkheid zichtbaar en tastbaar te maken. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. En daarom strekken we ons voortdurend uit naar de Heilige Geest. Maar daar moeten we ook leren om zo te wandelen in diezelfde autoriteit. Want als wij weten dat de Heilige Geest in ons is en op ons is en om ons heen is, dan mogen we ook weten dat wij ook mogen zeggen: de Geest des Heeren, Heer is op mij. En de Heer heeft ook mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen. Die bediening van verzoening. En de Heer heeft ook mij gezalfd om de gevangenen vrij te laten. En om genezing te brengen en heling. De Heer heeft ook mij gezalfd. En dan heb ik het niet alleen over Alwin, dan heb ik het over jou. Ik weet jouw naam niet. Maar iedereen die dit filmpje luistert, dit gaat over jou. Gods Geest heeft jou ook gezalfd om dit werk van Jezus te doen. Wij zijn het lichaam van Christus op deze aarde. En wij vertegenwoordigen en maken hem zichtbaar. En daarom mag je deze woorden met mij meeproclameren. Misschien kan je Jesaja 60 of Jesaja 61 er even bij pakken. En dan proclameren we die woorden over ons eigen leven. Dan is dat als het ware dat we gaan staan. En dat we onze, ik weet niet, bij de voetbal, ik heb wel eens een jaar hebben een team geleid. En dan deden we altijd zo aan het beginnen van, deden we dan zo zo'n yell. En ik weet het niet precies, maar wij deden zoiets van, we horen bij elkaar. En dan, yeah, en dan gingen we de strijd aan. Nou, hè, misschien een beetje gekke vergelijking, maar laten we dat met elkaar doen. We spreken deze woorden vol kracht die uit de schrift komen, die we in Jezus in vervulling gegaan zijn en die op ons leven van toepassing zijn, spreken we met elkaar uit, zodat we uit durven gaan in kracht. En als je het inmiddels bij hebt, Jesaja 61, ik doe het vanuit de Herziene Statenvertaling. Your Version app heeft hem ook, hè, dus de Herziene Statenvertaling. Jesaja 61. En laten we gewoon met elkaar proclameren. De Geest, ja? De Geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. Ik ga je vragen om deze woorden nog een keer uit te spreken. En dan wil ik je daarbij vragen om gewoon een hand op je eigen voorhoofd te leggen. Je hoofd wordt gezalfd, dat is het beeld van de Heilige Geest. En als je gewoon een hand op je eigen hoofd leest, dan willen we die woorden nog een keer uitspreken. De Geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebroken van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. En om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. Dus stond Jezus ooit in de synagoge. En toen hij deze woorden gesproken had, deed hij de boekrol dicht. Ging hij bewegen in kracht en ging hij spreken met autoriteit. En de mensen verwonderden zich. En je zal in je leven meemaken dat als jij deze woorden daadwerkelijk toepast in je hart en je ontvangt die zalving van de Heilige Geest, dat je familieleden, ze zullen zich verwonderen over de wijsheid
en de autoriteit die je draagt. Maar net als Jezus in Lucas 4, zullen ze verwondering hebben en zullen zich afvragen, hoe kan dat nou? Want dat is toch gewoon maar Albert, of dat is gewoon maar Frits, of Johanna, of Wilhelmina, of hoe je naam ook maar is. Hoe kan dat nou? Die is altijd juist een beetje misschien, net als over Jezus, het is gewoon de zoon van de timmerman. Hoe kan dat nou? En ze zullen zich verwonderen, ze zullen die kracht op die woorden en op je daden zullen ze gaan kennen. Maar ze zullen je ook dat niet in dank afnemen, zoals ze dat bij Jezus ook niet deden. Ze probeerden hem van de berg af te gooien. Nou, ik wil dat natuurlijk niet profeteren over jou, maar de ervaring leert en ook Jezus leert ons in zijn woord dat als we op deze manier gaan bewegen, dat er ook veel tegenstand zal zijn. En dat we daar ook krachtig in mogen zijn. En daarom hebben we ook met elkaar deze woorden uitgesproken om daar ook aan vast te houden. Dat de Geest des Heren op ons is. En dat Hij ons gezalfd heeft. En dat Hij daarmee een bekwaamheid heeft gegeven die we van onszelf niet hebben. Vader, dank u wel. Dank u voor uw zalving. Dank u voor uw kracht. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die, ja, die zo op ons hart wil rusten, in ons wil wonen en door ons heen wil werken. En dank u wel dat u ons zalft, Heer, dat ons hoofd gezalfd is met olie. Dank u wel. Dank u wel dat het niet onze kracht is, maar dat u datgene wat wij zijn kracht verleent. Zodat het een bovennatuurlijke en eeuwigdurende verandering teweeg brengt in de mensen om ons heen. En Vader, ik bid voor, ja, als we net als Jezus ook momenten zullen hebben in ons leven, dat mensen enerzijds echt wel die autoriteit zien die op ons leven is, maar anderzijds ons vervolgen zullen en proberen ons van de berg af te gooien, om het zo maar even te zeggen. Of ons tegen te werken, ons het belachelijk te maken. Vader, en ik bid dat als dat in ons leven aan de gang is of gaat komen, Heer, dat we heel dicht bij u mogen blijven, bij de troosten. Heer, dat we heel dicht aan uw voeten, aan uw hart mogen komen, dat we daar mogen horen, uw hartslag. Uw hartslag die slaat telkens weer voor ons van liefde, maar ook voor die wereld die nog zo in nood is. Heer, dank u wel dat u ons zalft om die wereld in nood, om daarin uit te gaan. En om aan gevangenen vrijlating te bieden. En om de zieken te genezen. Vader, om het goede nieuws te brengen dat er een Jezus, dat Jezus gekomen is. En dat er een God is die van hun houdt en die open armen staat te wachten. Dank u wel, Jezus, voor alle mensen die verbonden zijn via dit filmpje. Dank u wel, Heer, dat u ook een filmpje kan zalven. Om die kracht die op dit moment hier tastbaar aanwezig is, ook vrij te zetten in de huizen. Als we op dit moment door de coronatijd niet bij elkaar mogen komen. Heer, wil ik dat zo vrijzetten in Jezus.